van Sven Kramer op de 5 kilometer. Een baanrecord dat bijna 13 jaar stond. Dat wil zeggen, als het verbeterd werd, werd het verbeterd door Kramer zelf. Ready. Maar nooit door een ander. En gisteren was dat ineens het geval. Hij is natuurlijk wel de wereldkampioen allround. En er werd jaren gestreden om de stoel van Kramer, die daar altijd op zijn troon bleef zitten. En er waren kroonprinsen genoeg. Maar dit is een echte kroonprins. Die af en toe al op de troon gaat zitten. Met Wesley Dijs, die 23-7 opent. Die is sneller dan Roest. Ja, maar dan heb je een lekkere gangmaker. Die Dijs, die won de Holland Cup. En versloeg onder meer Jos de Vos. Hij gaat lekker mee met de zilveren medaillewinner van de Olympische Spelen. Maar je mag verwachten dat Roest de tijd van Douwe de Vries gaat verbeteren. Hij race een persoonlijk record bij de Olympische Spelen. En kijk naar de rondetijd. Roest 26-2. Dijs ook nog goed hoor, met 26-4. Roest zal normaal gesproken voor de laatste ronde meer inhoud hebben. Ja, die komt nu al. Die rijdt op de kruising. De man uit de nieuwe ploeg van Van Velde, Regenborg, al voorbij. En die valt stil. Of hier gaat Roest weer zo snel? Hier gaat een hele goede tijd uitkomen hoor. Kijk eens wat een verschil die nu maakt in deze ronde. Rondje 26-69. 14e verval. 26-2 of 26-6. Die gaat naar de 1-44. Patrick Roest. Ja, een top 5 klassering heeft hij maar nodig. Maar hij wil laten zien dat hij er staat. Hij heeft een persoonlijk record van 1.44.87. Gaat hij dat gaan verbeteren hier? Ja, dat gaat eraan als hij zo doorgaat. Gereden tijdens de Olympische Spelen. Hier komt Patrick Roest. En hij rijdt 1.44.43. Persoonlijk record. Topvorm heeft hij. Dijs 1.48.48. Laat het liggen in de laatste ronde. En hoe goed is dit? Dit is de zevende tijd ooit gereden hier in Tialf. Eén Nederlander was hier maar sneller. En dat was Kjeld Nuis en Koen Verweij, niet te vergeten. Dit is de derde Nederlander hier in Tialf. 1.44.43. Tja, hij is sneller dan Johnny Davis hier ooit was. En Nuis, de Olympisch kampioen, moet nog starten. Top 5 is genoeg.